Er komt een overgangsregeling voor Amerikanen die hier wonen, maar nog wel in Amerika belasting moeten betalen. Ze kunnen zich makkelijker gaan uitschrijven als Amerikaans burger. Dat heeft staatssecretaris Snell van Financiën bekendgemaakt. Amerikaanse onderdanen zijn belastingplichtig in de Verenigde Staten, ook als ze nog nooit in het land hebben gewoond. Deze dubbele financiële status zorgt al langer voor problemen. Nederlandse banken dreigen nu zelfs hun betaalrekening te sluiten als deze Amerikaans-Nederlandse klanten niet voor 1 oktober een Amerikaans fiscaal nummer aanleveren. Om dat te voorkomen is nu een overgangsregeling bedacht. En dat is op zich wel goed nieuws. Het is een stap in de goede richting, laat ik het zo stellen. Ja. Wat wij adviseren aan mensen om nu te doen, is snel een keuze maken. Wil ik er van af of niet? Er zal ongetwijfeld ook een groep zijn die dat helemaal niet wil. De regeling maakt het voor mensen met een dubbele nationaliteit makkelijker om zich dus uit te schrijven in Amerika.